WK begint heel scherp. Hier via Jan Hooiveld. Begint aan een solo. Wordt er opgevangen door Robin Jansen. Die wijst even op zijn voorhoofd, maar het is meer het hoofd van Jan Hooiveld dat de nodige problemen geeft. Hooiveld moet dan even van het speelveld. Hier de organisatie van Niels Cornelis bij die vrije trap. Doorkopbal van Guus de Vries en Antoine van der Linden, vrije verdediger van WK. Hij scoort na 9 minuten de 1-0. Typerend, Guus de Vries verdediger, Antoine van der Linden verdediger. Dan de treffers. Robin Jansen stuurt Saïd Ejargui weg. Twee verdedigers bij zich van WK, Antoine van der Linden en Guus de Vries. Maar die bal gaat er toch in. Je vraagt je af, hoe kan dat? En dat mag eigenlijk niet. Maar het gebeurt wel. De topscorer van de treffers, hij scoort na 12 minuten 1-1. Ja, dan toch de nodige problemen bij Jan Hooiveld. Hij moet na ruim een kwartier van het speelveld. Hier weer een voorzet van Robin de Meijer. Kopbal van Wilkoops op het dak van het doel. Robin de Meijer die vaak aan de basis stond van hele goede aanvallen. Hier even balverlies van Wilkoops. En dan is het Jaïd Ejargui. Goeie voorzet. Op de deklat komt WK toch goed weg. Goeie voetballer deze Ejargui. Dan weer WK. Jumi Ramos, afstandsschot. Niels Cornelis verwerkt het schot tot een hoekschop. En natuurlijk Robin de Meijer. Hij staat altijd met de vrije trappen en hoekschoppen aan de basis van gevaar. En dat blijkt maar weer. Het is Antoine van der Linden. Opnieuw weer die vrije verdediger met zijn tweede goal. Draait kort weg. 2-1 voor WK. Rudolf Lip. Weer Robin de Meijer. Dreiging. Naar zijn rechtervoet. Voorzet. Slecht verwerkt door de doelman van de treffers. En Guus de Vries. Linkerverdediger, aanvoerder van WK. Hij zet WK op 3-1. Slechte bal van deze doelman van de treffers. En bij rust dus de stand 3-1. Tweede speelhelft. Gidi Grot. Jumi Ramos. Wilkoops. Keurig netjes binnengetikt. Heel subtiel toch dit gedaan. Kopballetje van Grot. Knietje van Ramos. En het intikkertje van Wilkoops. 4-1. Dan een vrije trap voor de treffers. Ongeveer 35 meter. En dan is daar een enorme kogel van Robin Jansen. Dan toch weer WK. Met natuurlijk de vrije trap van Robin de Meijer. En de inkopper van Wilkoops. Zijn tweede goal. Nou, dat is toch een voortdurend gevaar hoor. Al die spelhervattingen van Robin de Meijer. Hij staat vaak aan de basis van die doelpunten van WK. Dan Jorrit Kunst voor WK. Speelde als rechtervleugelverdediger weer een sterke partij. Stuurt Gidi Grot weg. Voorzet van Grot. Bij Erik Eleveld gaat rakelings naast. Dan de slotfase van de wedstrijd. Uitverdedigen van de treffers. Antoine van der Linden. Die probeert het nog een keer, ja. Eindstand dus 5-1. Een geweldige reactie op die hectische week. Er was al een hoop onzekerheid. Dan wordt het vrijdag wordt het gewoon visueel. Want dan kom je de kleedkamer in en dan zie je niks meer. De kantine, niks meer. Alles is gestript. En dan raak je toch wel, voor mij persoonlijk ook. Ik loop hier al ruim 6 jaar. En dat doet wel wat met je. Ik zei net ook al, het zal gerechtvaardig zijn, maar het komt wel binnen. Maar aan de andere kant, het verbroedert ook. Kijk, vrijdag zat de kantine gewoon weer vol met elkaar een flesje bier. En ik vond dat vandaag op het veld ook terug was te zien. Dus er stond ook een eenheid. Dus in die zin heeft het ons wel iets positiefs ook nog wel gebracht.